me zo kloos als Gandalf nu met Rijka is. Ik was net te laat om mijn mobiel te pakken om te filmen. Gandalfie! Hi. Ja, lieve vrienden, het is al heel erg laat. Zeker vroeg in de ochtend. Het is 3:26 uur, dus zeg maar 3:30. Maar zo kloos als Gandalf nu met Rijka is. Ik was net te laat om mijn mobiel te pakken om te filmen. Maar Gandalf gaf Rijka er net een paar kopjes. Zo lief, zo enig. Ja, helemaal leuk. Ik, niet graven. We gaan niet graven. Zo close als Eowyn met Frodo. We gaan niet graven, meisje. Dat mag niet. Ga jij nou daar liggen? Hé? En Gandalf is ook zo lief. Hé? En ze hebben dezelfde kleur ongeveer, hè? Ja. Maar het is zo lief, zo aandoenlijk daarnet. Hé? Hé? Ja, nou. Meisje. En dan komt Eowyn nog aan. Hé? Hoppata. Waar gaan wij naartoe? Dan ligt hier een stap kussens, althans twee. Ja, dat mag weer niet, hè? Dat vrouwtje ook niet hebben. Mocht Frodo ook graag doen. Dat schijnt iedere hond bij iedere kat te doen. Althans, het zal wel dierlijk zijn, hè? En je hoed staat scheef. Ja, s'nachts gebeurt dat hier op mijn slaapkamer, terwijl ik ook slaap. Maar ja, ik slaap nou niet. Dus ja, dan zie je wat er kan gebeuren wanneer je slaapt. Dat is toch zo lief, hè. Zo aandoenlijk. Hé, Rijka? Ja, nou meisje. Ja. Hé? Ja, het was zo lief net dat hij er een kopje gaf. Hé? Meisje. Hé, wijfie. Het is de man, hè? Wat een dikkie, hè? Nou, dan komt Eowyn weer aan. Getrippeld, ik hoor de trippel op de vloer. Maar oké, lieve vrienden, wij proberen alsnog weer te gaan slapen. Dus ik zou zeggen, eigenlijk goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog om deze tijd, 3:29 uur. Het is vandaag dan ook weer dinsdag en we leven op 17 december. Ja. Dat ik zou zeggen, slaap lekker nog allemaal. Degene die ook wakker zijn geworden, om wat voor redenen dan ook. En tot over een aantal uurtjes. Toedeliedokies. Ja, lieve vrienden, een hele goede middag. We zijn weer retour. Ja, ik was vannacht al, hè. Ja, ik was al heel vroeg. Toen moest ik nog wel gaan slapen, ja. Rijka, die doet goed haar best. Ik heb het nou gemengd. Puppybrokken met gewone brokken. Met wat schapenvet erdoorheen. Is ook goed voor de huidje. En om weerstand op te bouwen. Dus ja, komt helemaal goed. Eowyn die heeft ook lekker gegeten, maar die laat altijd wel weer wat staan. Ik zit te wachten op Sandra Urban van Verlo, mijn begeleidster. Ik heb er dus twee, een man en een vrouw. Ja, die man die doet af en toe een klusje dat ik niet voor elkaar kan krijgen. Hij mag ook de gaten even weer dichtmaken die zij, Rijka heeft gedaan. Ja, die gaten, tenminste Frode, die had een klein beetje gemaakt, maar niet zo diep. Zij heeft nou echt dieper gemaakt. En bij de pergola, waar die druivenstruik had staan, heeft ze een heel groot gat gemaakt. Nou, dat wil ik ook dicht. En dan mag hij ook gelijk dat hekje er weer omheen zetten. Zodanig dat zij het niet meer voor elkaar kan krijgen daar. Want ik krijg er echt de rambam van. Hé! Hey.
oefenen, ja? Wat dik, ja. Nou ja. Kleine sodemieter. Maar oké, ik heb van iemand kerstoorbellen gekregen. Ik weet niet of jullie dat zo zien. Het zijn kerstboompjes, het zijn sneeuwpoppetjes en kerstmannetjes. Die heb ik gekregen van Menro, oftewel Meindert. Die wil ik graag heel erg bedanken. Meindert, CQ Menro. Dat was je SL-naam, Second Life-naam. Ik wil je er heel erg voor bedanken, voor die leuke oorknopjes. Je bent ook een maatje van Jan van Dam. Dat is ook mijn maatje. Je bent ook collega van hem, wat ik begrepen heb. Dus ja, hartstikke leuk, hartstikke bedankt. Ik heb ze er dus in, zoals je misschien allicht kan zien. Dat, ja, ik wil je gewoon even bedanken, ja. Hartstikke leuk. Dus ja, reageer er maar onder. Ja, is ook leuk. Als je tenminste kijkt. En ik hoop van wel natuurlijk, hè. Ja, je bent me niet voor niks gaan volgen om dan ook te gaan kijken. Maar het komt goed. Dat, ik ga lekker een bakje koffie doen. En ik ga zo meteen ook weer aan het werk. Want, ik heb gisteren 3 filmpjes naar YouTube gebracht. Ik ga nu ook weer verder. Als het zo'n reis is geweest, moet ik boodschappen doen. Dus dan moet ik Rijka weer even alleen nog laten. Ja, ook dat moet. Want de kattenbak grit is op. Nou, dat moet toch weer nieuw komen voor morgen. Maar dan wacht ik eerst dat Sandra is geweest. En dan komt het allemaal wel weer goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. En doe het met een lach. Doe ik ook. Ja, gewoon vrolijk. Ondanks dat het weer is. Ik heb kerstverlichting aan. Enkel die nog niet, omdat dat de batterij gaat. Die ging gisteravond uit zichzelf aan. En ook uit zichzelf uit. Dus ik denk dat ik hem op een standje neergezet heeft. Dat die continu blijft branden. Maar uit zichzelf aan en uit zichzelf uitgaat. Prima toch? Hoef ik toch niks te doen? Ja. Wanneer die aan gaat, weet ik ook niet. Dan was in één aan. Ik denk, oké, ik ben niet aan je geweest. Nou, het zal. Ja. Maar oké, al die gekleurde lichtjes, die branden wel. Yes, katje. Oh ja, oh, er wil er één erop, hoor. Ja. Oh ja, meisje. Hé, wat is het dan? Wat had je te vertellen, wijfie? Hé, wat heb je te vertellen? Moet je niet zo omhoog en laag gaan? En Rijka, nou ja, ik hoor haar weer knagen aan weet ik veel wat. Oh, kijk, haar bonk. Ja, haar bonk. Ja, ze is nog steeds die oude, want ik ben er nog niet aan toegekomen om eigenlijk daar naartoe te gaan om een nieuwe te halen. Maar zal ik ze dan nog gaan knagen kennen en laten lekker gaan? Ja hoor, geen probleem mee. Zo simpel als wat. Heerlijk, de beestje. Nog maar kijken waar ik draai, want ik zag eeuwen weer lopen. Oh, hier ook. Nou ja, en Kandalf, ja, die is natuurlijk... Heeft hij hier eten gehad? Kandalfie! Hi, man! Ja? Was Loes? O jee. Ga jij weer naar boven dan, Ewen? Deur gaat wel dicht, hoor. Nou, die mouw dan wel weer zo meteen. Zo. Nou, dan bekijken ze het maar met het eten. Want nou had... Eeuwen nog genoeg over. Wat doet Rijka? Die snoppen dat zijn eeuwen weer. Nou, ik zet het gewoon neer en ze eten maar van elkaar dan. Ja, toch? Ik kan er ook niks aan doen. Ik heb niet altijd alles in de hand en ik heb niet altijd ergens mijn ogen opgericht. Nee. Dus ja, ik zou zeggen, geniet en lach. Ja, en wees lief voor elkaar, dat vooral. Ja, ook al ben je... verveeld of zagrijnig,
Wees toch lief voor een ander. Ja, toch? Ja, want een ander kan er niks aan doen. Dat jij chagrijnig bent. Nee, vind ik tenminste hoor. Maar oké, wie ben ik? Zeg het, tot later. Ja, lieve vrienden, ik ben weer retour. Mijn begeleidster Sandra Urban die is geweest. En Rijka en ik hebben haar weer gezellig weggebracht. En daarna even de ronde gedaan dat Rijka even haar behoefte kan doen. Nou zeg, moppenkontje. Moppenkontje. Wat was het mopperen? En daar hebben we Ewin. En Kandels, ja, die is helaas weer naar buiten geglipt. Kan er ook niks aan doen. Ik hoop dat hij wel weer snel eruit mag komen. Het enige wat ik nu nog moet doen, en dat is al, die heeft het 4:15, die heeft het 4:15 gehad. En ik heb het precies 4:15 in de computer. Bijna, op een minuut na. Maar in ieder geval, ik moet nog wel boodschappen doen. Het is dus bijna 4:15. Dus ja, dat ga ik zo meteen eerst doen. Ik ga even wat water drinken, want ik stik van de dorst. Koffie, dat duurt me te lang. En dan, dan moet ik Rijka eerst afleiden. En ik doe mijn mobiel mee en doe de camera aan. Kan ik er zien. Kan ik alles in de gaten houden. En ook tevens, als er een dief komt, kan ik ook in de gaten houden. Makkelijk toch? Mijn huisje is beveiligd. Ja. En goed beveiligd ook. Heeft mijn mannetje nog gedaan. Ik ben er niet aan geweest, dus het is nog steeds beveiligd. Ja. Dus dat komt allemaal wel goed. Hé, ja nou. Is lekker. Ewen die lust ook 100 snoepjes, ja. Maar dat lust Kandalf ook. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van jullie namiddag. Want dat is het. En ik zou zeggen, tot later op de avond. Doei doei. Oh ja, en smakelijk eten, hè. Ja, moet ook gedaan worden. Ik zou zeggen, tot later. Hallo lieve vrienden, ik ben weer thuis van boodschappen doen. Ja, en ik heb mijn knie daarnet even flink gestoten, omdat ik werd afgeleid door een Facebook-vriendin. Die was mij aan het appen, terwijl ik bezig was met Rijka. Want die lag ergens, weer door Sandra Urban haar schuld, op deze stoel. Daar mag zij niet op zitten, op deze stoel. Ja, deze stoel. Daar zat ze op. Zien jullie die stoel? Ja, toch? Ja, wel toch? Ja, deze stoel. Daar zat ze op. Omdat die stoel dus nog zo stond. Sandra had hem niet met de ronde geschoven. Wat dus wel moet. Dus deze dame, die zat er lekker op. Hé? Maar ze heeft het heel goed gedaan, want ik heb haar via de app niet horen blaffen. Niet horen janken. Enkel net dat ik thuis kwam. Nou, en dat mag, dus blijdschap. Ja, want vrouwtje komt wel weer thuis. Ja. Hé? Maar oké, ik heb een tas vol met boodschappen. En mijn knie die doet behoorlijk veel pijn. Dat ik ga er zo meteen eerst naar kijken. Of die niet begint te verkleuren. Ik zal even groot licht aan doen. Moeten jullie nou eens kijken. Wat leuk. Al die lichtjes. Wat uit mijn tuin vandaan komt, weer gaat door mijn huisje heen. Maar oké, een tas vol met boodschappen. Ja, dat is voor Karin Roderick. Neem ik mee als ik naar ze toe ga. Eén pak papier, want ik heb kerstcadeautjes voor Jan van Dam. En ik ga ook eventjes, denk ik, wat halen voor Karin en Roderick. Gewoon kleinigheidjes hoor. Ja, niks bijzonders. Nee, gewoon kleine dingetjes van, nou ja, bekijk het maar. Dus ja, het komt ook allemaal wel goed. En ik zou zeggen, hoe laat leven we nou? Het is 17:50 op die. 17:49. Ik heb het netjes gedaan. Ja. Zeg maar een uurtje. Ja, en heb ik nog bekenden gezien. Heb ik ook nog mee aan te praten. Dus ja. Oké, nou ik zou zeggen lieve vrienden, smakelijk eten en een hele fijne liefdevolle avond gewenst. En tot later. Doei doei.